Gent in Zaspergent, maar verder... Wat een ellende deze week. We hadden één lichtpuntje nog steeds. Ja, één. De nationale trots, de Fokker F100. Zakt die vandaag ook nog door zijn landingsgestel? Nou, dat regent morgen afbestellingen. Als u in de paasvakantie met het hele gezin toch desondanks met een Fokker F100 gaat vliegen, houden kinderen dan maar rustig door te zeggen dat ze straks met de glijbaan mogen bij de landing. Want ja, je moet toch wat zeggen. Je moet de mensen toch geruststellen. En mevrouw Thatcher is het ook in de wereldbol geslagen. Die roept alle bewoners van de aarde op. Moeten we ons morgenochtend allemaal melden in Londen? Moeten we daarheen? Ja, ik kom wat later. Ik ga niet vliegen. Met de boot toch ook niet? Nee, met een veerboot. Ik ga met de surfplank. Maar het is brutaal. Alle bewoners van de aarde roept zij op. Dat doen wij toch elke week? Ja. Elke week hebben wij het tegen alle bewoners van de aarde. Dat helpt ook niks. Dat heeft niks geholpen. Zullen we nog één keer proberen? Eén keer proberen. Dit is programma nummer F19. Alle bewoners van de aarde, welkom bij Cake op de Week. Wanneer hebben Nederlanders in hun geschiedenis op straat voor het laatst opgeroepen tot moord? Nederlanders. Nederlanders, ja. Dokkemers, Kil Bonifatius, nee, 800. Nee, later. De gebroeders De Wit, Haagse Peupel, juist. Groene Zootje. Dat is de laatste keer. Ja. En in 1968, de Vietnamkwestie, riepen we nog niet eens dat Johnson vermoord moest worden, maar dat het een moordenaar was. Nee, nog minder. Je moest roepen Johnson Molenaar. Oh ja, Johnson Molenaar. Oké, streng religieuze landgenoten hebben hier wel eens willen sterven voor hun geloof, maar ervoor moorden, dat is nieuw. Andere religies zien dat knarsetandend aan. Wanneer krijgen ook wij weer onze geloofsgenoten op hun achterste benen? Potverdomme, dachten ze bij het Vaticaan. De islam gebruikte een boek, dat kunnen wij niet meer doen. Weet je wat? Wij verbieden een videoclip. Gisteravond in het journaal. Bedoel ik. Het is vooral deze omhelzingsscène, een omhelzing door een heilige, waartegen de behoudende katholieken bezwaar maken. Ook andere fragmenten kunnen volgens hen niet door de beugel. Bovendien vinden ze de kleding van de zangeres bijzonder ongepast. Ook in Nederland is vandaag tegen Madonna geprotesteerd. Meneer Bussink, u had daartoe opgeroepen, want u bent zelf katholiek. Ik kom gelukkig uit een heel goed en warm rooms-katholiek nest, meneer De Been. Ons moeder had 29 kinderen. Ik was de oudste. De drie kleintjes noemden mij opa. Zo ging dat toen. Ja, u gaat zelf ook nog regelmatig naar de mis? Nee, meneer De Pie, omdat ik daar de wagen niet meer kwijt kan. En daarom zijn wij des te meer tot de tanden gekwetst. Dat mejuffrouw Maradona wel een katholieke kerk kan betreden om haar hitparade te promoten. Ja, het protest richt zich tegen de ontheiliging van een heilige. Ja, meneer De Bie, een heilige vun ik namelijk niet aan schouderbandjes. Daar staat een heilige boven, katholieke heilige. Ja, zeker. Nou ja, ik persoonlijk vond het toch een hele decente onderjurk. Ik zag ook duidelijk twee bandjes. Dat betekent, dacht ik, dat er een BH'tje onder prijkt. Al met al toch heel christelijk tietwerk. Ik heb geen verstand van dames lingerie, meneer De Bie. Ik weet alleen één ding zeker. En dat is dat alle katholieken van Nederland morgen hun eventuele grammofoonplaten van Maradona moeten verbranden in het openbaar op het trottoir. Dat moet gebeuren, dat is één. En omdat deze hoer van Babylon, hebben we donderdag nog in de ster kunnen zien, wordt gesponsord door cola, eisen wij dat alle katholieken in Nederland geen druppel cola meer drinken, totdat deze mejuffrouw Maradona barrevoets en met een hooggesloten blouse naar Rome is gelopen om de Heilige Vader excuses aan te bieden, meneer De Bie. En als start zijn voor deze actie zal ik nu een blikje cola waar ik het duivelse vocht heb uitgegoten verwoesten. Deze hoer te mij als smol. Dank u wel. Lichte kooien. Mag ik lichte zeden? Een glaasje water voor meneer Bussink. Dan.